denk ik, ja, jongens, dat is gewoon menselijk. Dan heb je vaak iets meer connectie zelfs met de zaal als je even struikelt. Sprekers kunnen, zeker als ze iets onervarener zijn, vaak best wel zenuwachtig zijn voor een evenement. Wat ik ze dan graag vertel, is dat ze het eigenlijk niet echt fout kunnen doen. In die zin, wat zij weten, hè, waarom ze gevraagd zijn als spreker, ja, zij brengen sowieso iets mee wat de zaal nog niet weet. Dus die kennis, daar kun je wel zenuwachtig voor zijn, maar die heb je toch. De zenuwen zitten vaak natuurlijk in het feit dat ze bang zijn dat ze een keer struikelen over een zinnetje of even niet zo goed uit hun woorden komen. Dan denk ik, ja, jongens, dat is gewoon menselijk. Dan heb je vaak iets meer connectie zelfs met de zaal als je even struikelt. Want iemand die in de zaal zit denkt, ach, dat heb ik ook altijd. Uiteindelijk de verbinding en ook het geruststellen van mensen zit vaak even in het benoemen. Dat we ook allemaal maar gewoon mensen zijn met onze dingetjes. En ook de gasten hebben dat gemeen. Hè? De oppas kwam te laat of de kinderen deden lastig of de auto wilde niet starten. Natuurlijk komen we voor de inhoud. Natuurlijk willen we wat leren. En kan het soms een beetje formeel en deftig zijn. Maar we zijn uiteindelijk allemaal gewoon mensen.